Deze keer is Wim Helze te gast, cabaretier. Vlak nadat ik dat heb gedacht, komt er iemand van achter die stoeltjes naar voren gestommeld. Zo iemand met een baard, ja, duidelijk een clochard, een dakloze. En die is lawaai aan het maken en ik zie die op het podium klimmen. Maar ik ben helemaal rustig. Ik denk van, we zijn in Nederland. En in Nederland is alles top georganiseerd. Voor mij waren op dat moment Nederlanders nog een soort... ja, vermomde Duitsers, zeg maar. Wim won in het begin van zijn carrière humorologie in Vlaanderen en hij was finalist bij het Leids Cabaret Festival. Inmiddels speelt hij al meer dan 20 jaar in grote zalen aan beide kanten van de grens. En won hij tot 2 keer toe de Pulifinario, de belangrijkste cabaretprijs in Nederland. Een dikke merci aan Broers, met een Z, die me hielpen om de videobeelden wat beter te maken nadat ik er zelf weer eens een rommeltje van had gemaakt. Niet in de laatste plaats omdat ik de close-up van Wim per ongeluk had verwijderd. En ook bedankt voor Kleine Comedie dat we in jullie foyer konden opnemen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Wim Helze. Ik zocht vanochtend even jouw Wikipedia-pagina op. Dat is hoe ver mijn voorbereiding gaat. Oké. Maar er viel me wel op. Jij bent relatief laat pas beginnen spelen. Dus daar stond dat je in 98 bent begonnen met optreden. Als duo eigenlijk. Solo ben ik in 2001 begonnen, ja. Ja. En toen was ik al 32 of 33, ja. Dus dat is laat in vergelijking met de meeste, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. En hoe... Je begon als duo, deden jullie samen al meer dingen? Of hoe kwam opeens het idee? Ja, ik woonde toen in Gent en mijn beste vriend die ik het vaakste zag, daar ging ik ook mee naar theater. We hadden op een bepaald moment zo'n theaterdansabonnement. En ja, na theatervoorstellingen zaten wij tegen elkaar, hè, dan bespreek je wat je hebt gezien. Ofwel waren we bezig van... wat een brol was dat. Dat kunnen wij veel beter, want we zagen ook altijd wat dat... Of we dachten altijd te zien wat dat er aan scheelde, wat dat er niet aan klopte. We zaten tegen elkaar bezig van... Oh my, dat is fantastisch, dat willen wij ook. Ja, ja. En dan hebben we op een bepaald moment beslist... Randall heet die vriend, Randall Kazaar. En dan beslist van, ja, dan moeten we dat maar eens proberen. En dan, ja, hoe begin je? Een andere vriend die had ergens, of die beheerde ergens een jeugdhonk in, op het Vlaamse platteland, zeg maar. En konden we daar, hadden we daar een optreden gepland een half jaar later. Dan hadden we tijd genoeg. En zoals het dan gaat, begin je een week vooraf... voordien wel 15 keer afgesproken en van alles gedaan, maar er nooit meer mee bezig is. En dan hebben we daar iets gedaan met z'n tweeën. En dan zijn we dat blijven doen. En dan, ja, dan was dat... Dat werd dan beter en succesvoller. En 2,5 jaar later zijn we dan gestopt daarmee. Maar we hadden toen allebei nog onze jobs... Ja. Respectievelijke jobs. Dus het voelde nog niet alsof we het echt meenden, ook niet. En nadien, toen ik alleen begon, dan heb ik mijn job opgezegd om... En dat voelt als een echte keuze, snap je? Dan ga je er echt voor. Dan ja. Meen je het ook, ja. Want die eerste 2 jaar, op wat voor plekken speelden jullie? Want je had toen een klein circuit in Vlaanderen, volgens mij de Bal Infernal... de Buster en de Joker bestond nog niet. Ja, maar er bestond 1 wedstrijd in Vlaanderen, humorologie heette dat. En daar hadden we aan meegedaan, daar hadden we gewonnen. Dus we hadden al wel wat... En we hadden ook al iemand die ons verkocht. Dat was eigenlijk een vriend, die had een paar popgroepjes en die deed er het management voor. En die, er waren ook goede popgroepen bij. Dus die zorgde dan voor optredens en dat was zowel in theaters als in achterafzaaltjes, als in gyrolokalen, dat was zo echt overal. Ja. En mij maakte dat toen ook helemaal niet uit waar wij kwamen spelen. Mijn compaan, Randall, die is grafisch vormgever, dus die is ook veel bezig met beeld, hoe dingen eruit moeten zien. En als ze dan zo ergens, ja, in zo...
Giro Zaaltje, weet je wat dat is, Giro? Ik wilde inderdaad al zeggen, jeugdvereniging. Zo'n jeugdvereniging, ja. Met een laag plafond, maar dat je niks kon doen met licht en een achterwand waar dan een Donald Duck op was geschilderd. Ja, dan sijpelde deze moed al heel en al zijn goesting helemaal weg. Dan was hij al helemaal slecht gezien. En mij maakte dat toen allemaal niet uit. Ik heb heel veel van hem geleerd eigenlijk ook. Oh, gewoon dat beeld, hoe hij eruit ziet, dat ook belangrijk is. Dat ook deel kan uitmaken van wat je staat te doen. En dat iets kan, hoe zeg je dat, upgraden? Of het kan ook onderdeel gaan uitmaken van wat je staat te doen. Heel het decor of het licht of zo. En weet je nog één show te herinneren dat jullie met z'n tweeën binnenkwamen? En dat je gewoon aan hem merkte of voelde of dat hij dacht, Ja, ik ben de naam van de plek vergeten, maar dat was... Ja, maar ik liet me niet zo doen. Ik zeg van, oh nee, hij is weer slechtgezind, dacht ik dan. En die avond liep het eigenlijk heel, heel goed. En dus dacht ik van, ja, er is toch geen probleem. Maar dat dacht ik toen eigenlijk altijd. Maar onder andere denk ik ook omdat ik het nog niet serieus nam. Snap je? Ik vond elke speelgelegenheid was een kans. Ja. En het mislukte natuurlijk ook soms. En dat is dan pijnlijk en kwetsbaar. Maar een uur na dat optreden was ik het dan vergeten ook. Ja. Enfin, dat is nog altijd eigenlijk zo. Want het gaat over mislukkingen. Hè? Mm-hmm. En wat ik wel... tof vindt aan deze job, iedereen, elke comedian of cabaretier heeft optredens die mislukken of die mislukt voelen. En dat is pijnlijk. Maar je kunt er nooit in blijven hangen, want de dag nadien of de week nadien moet je opnieuw spelen. En dan heb je er niks aan om bezig te blijven met hoe slecht het de laatste keer was. Het enige dat je kan doen is ervoor zorgen dat het niet meer opnieuw gebeurt. Precies. Ja. Maar, en als het dan meevalt, en meestal is dat dan wel het geval, dan is die pijnlijke herinnering ook niet meer dan een pijnlijke herinnering. Nee, je kan ook sowieso niet terug in de tijd en het ongedaan maken. Neemt niet weg dat je wel shows kan hebben waar je of van wegrijdt of de dag nadien wel van denkt, ja. Dit was... Ja, het ergste is eigenlijk, vind ik, als het gebeurt, het moment dat het gebeurt... Dat het slecht gaat en dat je voelt dat je vertrouwen wegcijpelt, dan ga je ook met veel minder plezier spelen. En dan ga je te snel spelen en dan heb je eigenlijk ook geen plezier meer aan het spelen zelf. Dan beleef je zelf veel minder plezier aan wat je zelf hebt bedacht, wat je net zo leuk vond. En dat is eigenlijk het ergste, want dat is compleet tegengesteld aan wat de bedoeling is. Zowel voor jezelf als voor het publiek natuurlijk. Dat vind ik eigenlijk het ergste. Maar voor de rest is het ook niet zo heel erg om te mislukken, vind ik. Of dat er af en toe mislukte optredens op zitten. Nee, neem alleen al gewoon thuis je avondeten koken. Daar zit af en toe ook iets tussen wat je probeert en dat je denkt... Morgen maak ik weer pasta. Dat is waar, maar daar komt geen afwijzing bij kijken. Tenzij uw huisgenoten luidruchtig commentaar geven en het huis gaan uitlopen, maar dat is mij nog nooit gebeurd. Dat is de afwijzing. Het voelt als afgewezen worden. Net zoals een goede optreden kan voelen alsof je je helemaal gedragen en aanvaard weet door de hele wereld. En een slecht optreden is het omgekeerde, afwijzing dus. Ja. Kun je de laatste keer herinneren dat het voelde als een afwijzing? Eigenlijk een week geleden, denk ik. Ja. Toch nog? Dus ik heb hier nu gespeeld in de kleine komedie. En vorige week in corona-omstandigheden, dus dat betekent met maar 135 mensen in de zaal. En dan heb ik van dinsdag tot zaterdag gespeeld. En voor die dinsdag was ik wel een beetje... ik was voorbereid, mentaal had ik me voorbereid op het feit dat het heel schraal ging voelen met weinig mensen. En dus veel minder reactie dan dat ik gewend ben. Ja. Of dan dat je hoopt. Maar het viel enorm mee. Ik vond de mensen zo genereus en aardig. En dat was die dinsdag en die dagen nadien was dat ook elke dag. Dus dan... De voorstelling werd ook elke dag beter, want ik ben er nog aan het werken, die is nog niet af. Dat gaat zo'n processie van echte nacht gewijs, zo'n twee stappen naar voren en dan vier naar achter en dan weer naar voren. Maar
En dus zaterdag kwam ik op het podium en dan, je kan jezelf wel zeggen, je moet alle vorige optredens vergeten. Hè. Als het gisteren heel goed ging, dat doet er nu niet meer toe. Maar toch die verwachting van hoe mensen gaan reageren en hoe ze aanwezig gaan zijn, die zit in je lichaam precies. Dus als je die niet krijgt, en dat was vorige zaterdag het geval, en ik voelde het al nog voor ik opkwam. Er zat muziek op, hè. Ja. Terwijl de mensen nog zitten te praten. En ik had de dagen voordien, als ik in de coulissen stond, dan hoor je de mensen kwikken en tateren over de muziek heen. En nu was dat niet. Ik dacht van, tja, zit er niemand in de zaal? Dus ik had nog voor ik opkwam al het gevoel, amai, die zijn, mensen zijn heel stil vandaag. Nee. En dat was ook zo. Als ik opkwam, hoe ze mij verwelkomden, was veel minder dan de dagen voordien. En omdat alles in de voorstelling die ik nu aan het maken ben, ik blijf maar veranderen en dingen herschrijven en schrappen. Dus ik heb altijd veel te onthouden en dat geeft wel wat stress. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat omdat ze niet reageren zoals de dagen voordien, gewoon al bij een opkomst, dat ik al gelijk zo'n klein knakje kreeg en dat ik met minder vertrouwen ging spelen. Het is niet dat ik ben afgegaan of zoiets, maar het was toch veel minder dan de dagen voordien. Ik ga dan komen dan kleine versprekingsjes op vervelende momenten, dingetjes die ik vergeet, soms te snel gaan, zo. En dat bleef de hele avond door. Ik bleef. Eigenlijk krijg ik dan het gevoel van de mensen van. En ik weet helemaal niet of dat klopt natuurlijk. Vaak klopt het niet hoe het voelt. Maar ik heb dan het idee dat ze het niet, dat ze gewoon niet begrijpen. Dat ze naar iets buitenaards zitten te kijken. Snap je? En dat ze in het beste geval gefascineerd zijn door wat voor iets vreemds gebeurt daar. Maar dat is helemaal niet plezant. Maar dus met dat gevoel ben ik afgegaan. Met het idee dat de mensen die er zaten het allemaal eigenlijk niet heel goed vonden. Ja. Ja, okay. Maar dat is dan ook wel goed, want ik ben nu aan het maken nog, hè, zoals ik al zei. En dan heb je zo optredens waarbij het goed gaat en dat geeft. Dat is plezant en dat geeft vertrouwen en dat helpt om beter en beter te gaan spelen. Maar de optredens waar het minder goed gaat terwijl je aan het maken bent, die leggen dan ook wel bloot waar de pijnpunten nog zitten. Ja, absoluut. Dus dat is ook al gebeurd. En dat weet ik, dat is dan ervaring. Hè. Ervaring is dan achteraf weten van, dit is niet erg, ik kan dit gebruiken. Ja. Ja, maar toch, je komt niet met een prettig gevoel het podium af. Nee. Nee. Maar een uur later is alles wel weer oké. Okay. Of een kwartier later eigenlijk al. Ja, ik weet het niet. En heb je dat altijd gehad, dat je het zo makkelijk naast je neer kan leggen? Je zei met dat duo, was je het na een uur ook al wel? Ja, eigenlijk wel. Ja, het ergste is de schaamte, vind ik zo, achteraf. Als je tussen het publiek, hè, als je het gevoel hebt dat het niet goed was. En soms klopt dat niet met wat mensen je achteraf komen zeggen. Maar op andere momenten ook wel. Ik denk de mensen die achteraf iets komen zeggen, dat zijn sowieso mensen die ervan genoten hebben. Er is nog nooit iemand tegen mij komen zeggen, dat trok echt op niks, dat was niet goed. Dat doen mensen niet blijkbaar. Nee. En dat apprecieer ik ook al als ze dat niet doen. Heel fijn dat ze dat niet doen. Maar ik heb wel gedacht een tijd lang van, ja, mijn probleem is schaamte. Hè. Ik wil, als na een optreden dat voor mij slecht voelt, wil ik vooral zo snel mogelijk weg zonder dat iemand mij nog ziet. En dan dacht ik van, ah ja, nee, ik moet het omgekeerde doen. Dus dan ging ik alleen naar de foyer, waar dan zo nog wat mensen staan te drinken. Om mij te gaan staan schamen en te zien hoe dat voelt. Ja. Ja, om te zien dat niet zo, om te ervaren dat niet zo erg is. Dat is ook maar dat. Maar dat lukte nooit helemaal, want dan ga je naar de foyer en dan sta je daar alleen met het plan, ik ga mij hier een beetje staan schamen. Maar dan is er toch altijd wel één iemand die naar u toe komt en die lief is. En dan vergeet u plan natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Overigens, je zei net, mensen zeggen dat niet. En ik beaamde dat. En toen dacht ik, ja, maar ik heb ook, en ik heb het zelf ook wel gehad, maar ook al mensen gehad in de podcast, die wel mensen achteraf hebben die niet per se expliciet zeggen, ik vond het niet goed. Maar die wel met een soort verkapte complimenten komen, of die wel, nee, natuurlijk de eeuwige dooddoener.
Hoe vond je het zelf gaan? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Heb je ook al dat soort reacties gehad? Ja, maar dan niet van het publiek natuurlijk. Dat is dan mensen die er werken of iemand die ik bij heb of zo. Maar ik zeg mensen vooraf ook al, dat moet je niet doen. Ook niet als het heel goed ging of zo is gegaan, dan moet je dat niet zeggen. Want het is wel zo voor ons allemaal, denk ik. Het blijft iets super kwetsbaar. Hè? Mm-hmm. En als je het net hebt beleefd, dan... Dan ben je nog aan het verwerken of zoiets. En dan heb je niet nodig dat je jezelf input moet geven. Dan moet iemand anders iets komen zeggen. Ja. Het is altijd mogelijk om wat mensen zeggen... Enfin, dat doen we sowieso, zonder dat we er controle over hebben... om te interpreteren wat mensen zeggen. Hè? Dus dat overkomt mij ook natuurlijk. Maar dat kan ik mij nu niet... Ja... Het hangt ook van uw eigen staat van zijn. In het begin, ik denk de eerste jaren, als ik zelf het gevoel had dat het niet goed was geweest en mensen kwamen toch zeggen dat ze ervan genoten hadden, dan geloofde ik ze eigenlijk gewoon. En dan dacht ik, ja, die komen lief doen. Dus dan neem je het ook niet aan, dan neem je het niet in ontvangst. En dat is eigenlijk niet goed dan ook niet. Want mensen komen, als ze iets komen zeggen, komen ze iets geven. Hè? Ja, en ook om dat te komen zeggen, moeten ze al vaak... Een drempel over, ja, dat is waar. Als ze het niet zouden menen, zouden ze het niet... Maar ik heb dat wel gedaan, dat doe ik niet meer hoor, maar ik heb dat wel gedaan. Dat iemand kon zeggen van, oh wauw, ik vond het echt fantastisch. En dan zo, oh ja, maar vond je dat fantastisch? Pff, ik vond het zelf echt... Ja, dat is echt eigenlijk in iemand zijn handen spuwen is dat dan. Hè? Je komt er zo staan en je doet... Tf, tf. Niet uit slechte wil, maar omdat je dat niet kunt geloven. Herken je dat niet, Alex? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En ook wel dat je, zeker met het gevoel wat je zelf hebt, en als iemand dan zegt, als je zelf een negatief gevoel hebt en iemand zegt, nou, ik vond het hartstikke leuk, dat je denkt, ja, echt. Of het dan, wat sowieso denk ik, en misschien iets Nederlands is, maar sowieso iets voor mannen om heel slecht te zijn in een compliment aan te nemen. Mm-hmm. Om dan natuurlijk al heel snel te zeggen, ja, vond je dit, ja, maar eigenlijk ging het niet goed, want ik deed dit fout en ik ben nog een stuk vergeten. Ja. In plaats van gewoon aan te nemen, oké, dankjewel. Ja. Wat leuk. Maar dat heb je dus ook geleerd. Ja, om dat wel te doen. Ja. Ik heb er ook zeker nog in te leren hoor. Want ik blijf altijd... Ja, maar dit was niet goed. Maar je weet zelf natuurlijk... Ja. Wat je fout hebt gedaan. Of wat je beter zou kunnen of beter zou willen doen. Het is heel makkelijk. Maar dat is naast de kwestie in die ontmoeting. Hè, met die mensen die kon zeggen... Ik vond het heel leuk. Ja. Ja. En heeft dat... want jouw stijl voor mensen die jou niet kennen... Sowieso gaan we hem zien. Maar... jouw stijl is natuurlijk best absurdistisch en is niet, moet ik dat zeggen, het is niet dat ik niet, nee, ik ben gewoon aan het zoeken, hoe ga ik dit juist formuleren dat ik zeg wat ik wil zeggen? Ik wacht wel, doe maar, pak je tijd. Nee, maar juist omdat het absurdistisch is, is niet per se, het is niet ingewikkeld, maar het is niet per se een hele makkelijke of een hele toegankelijke stijl. Ik kan me voorstellen dat mensen die het voor het eerst zien wel zo, oh, wacht even, dit is wat die man aan het doen is. Mm. Maar daarbij vraag ik me af, als jij zegt, nou ja, ik kan het vrij snel naast me neerleggen, ook als het misschien niet goed gegaan is. Is dat een houding die het makkelijker maakt om zo'n stijl te ontwikkelen of om überhaupt je eigen stijl, wat hij ook is, te ontwikkelen, omdat je niet per se zo vasthoudt aan goedkeuring of afwijzing van het publiek? Maar ik denk dat het voor iedereen... Ja, ik weet het niet. Als je zegt dat het minder toegankelijk is, mijn bedoeling is wel altijd dat het zo toegankelijk mogelijk is, eigenlijk. Nou, vandaar mijn voorzichtige formulering. Ja. Het is niet toegankelijk. Nee, ja. Maar het wordt wel soms ingewikkeld wat er allemaal gebeurt met dat figuur op het podium, in zijn hoofd dan en in de situaties waarin het terechtkomt of die hij bedenkt. Maar als het goed is, als ik het goed doe, dan is het tegelijkertijd ingewikkeld en gaat het over veel dingen door elkaar tegelijk en is het heel, heel helder. Dus dat is wel mijn streven altijd. Ja. En dat mislukt ook wel natuurlijk. En dan merk ik aan...
aan reacties van de mensen en aan hoe ik zelf sta te spelen. Hoe beter ik zelf begrijp wat ik precies sta te doen, hoe beter ik het kan spelen. Maar als dingen ontstaan, hè, dan heb ik ook niet zo heel veel controle. Snap je? Als ik dingen begin te verzinnen, hè, dan, als schrijven bijvoorbeeld, dan laat ik gewoon ontstaan wat er ontstaat. En dan kan het zijn dat ik er zelf om moet lachen, dat ik denk van, ah, oh, deze is echt plezant. Waar komt dit nu weer vandaan? Of een of ander beeld dat ontstaat. Dat ik denk van, ah, wat voor een gek beeld is dat? Of waarom komt hier nu een geit? Waarom ineens een geit? Wat komt die doen? En eigenlijk is een groot deel van mijn werk is achteraf dan zo al wat dat er ontstaat aan ideeën en tekst, ja, vormgeven op een manier die verteerbaar is, die speelbaar is voor mij en verteerbaar voor de mensen. Ja. Ik weet niet of ik nog op je vraag aan het antwoorden ben, maar... Nee, kijk, waar ik aan denk, je zei... het is... Er zijn comedians wiens humor veel verteerbaarder is of makkelijker binnen te krijgen, omdat het veel meer in herkenbare patronen gegoten is. En dus ook voor het publiek. Ja. En het gebeurt mij wel. En daar zitten er minder goeie bij en hele, hele goeie. En dat hun manier van vertellen is, op zich maakt dat niet uit, vind ik. En dat geldt dan ook voor mijn stijl. Of mensen die meer in mijn stijl, zeg maar, dingen doen. Daar kun je ook van alles mee doen dat interessant is of niet interessant. Grappig of niet grappig. En het gebeurt wel dat ik noem het nu maar normale comedians zie. En dat ik denk van, ah, ik wou dat ik dat ook kon. En dat ik dat dan probeer, om zoiets te bedenken. Yeah. En dat is nog nooit gelukt. Dat lukt gewoon niet. Je bent bevriend met Bas, hè? Bas, ja, Birker. En ik heb wel eens getry-out samen met Bas toen ik aan een nieuwe voorstelling ging beginnen. En dan begon ik met ergens 10 minuten, een kwartier. En Bas speelde dan ook. En dat ik dan aan een Bas zei, ah, Bas... Deze keer ga ik voor normale comedy. En dat compleet mislukte. Ik ging dat dan ook zeggen op het podium. Vandaag, normale comedy. Maar dan is het eigenlijk al niet meer normaal als je dat zegt. Maar ja, dat is dan waar ik naar gedreven word. Naar die manier van vertellen en spanning creëren. En, ja. Nou ja, dat is ook gewoon wat bij je past. Of wat je zelf leuk vindt om te doen. Ja, ja. Omgekeerd. Zou als Bas jouw stijl zou gaan proberen te doen, zou iedereen ook denken, nou... Het zou wel een interessant experiment zijn, ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar het is wel van... Weet je wat ik ook denk bij eigenlijk comedians die genoeg kunnen spelen om ervan te kunnen leven en dus succesvol zijn? Hè? Eén ding dat iedereen volgens mij gemeen heeft die succesvol is, is dat het... Hoe hij of zij op het podium staat, dat klopt met hoe hij of zij is. Ja. Wij zijn geen acteurs. Sommigen van ons kunnen wel acteren. En soms heel goed. En acteren dan een versie van zichzelf. Maar in wezen zijn we geen acteurs. En het kan alleen maar werken als wat we zeggen echt klopt met wie we zijn. Dat het uit ons komt en op onze manier verteld wordt. Ja, en daarom zou ik waarschijnlijk jouw materiaal nooit zo goed kunnen doen als jij en andersom. Nee. Nou ja, maar dat is natuurlijk iets wat ook vaak naar voren komt. En het hele onderdeel van, weet je, je stem vinden of vinden wie je bent op het podium. Dat maakt ook dat zelfs, al zou je generiek materiaal hebben, dat het alleen werkt als ik dat materiaal doe. Want als de volgende comedian dat doet, dat iedereen al voelt, dit klopt niet. Ja, ja, ja. Of dus de comedians die zodanig generiek materiaal doen dat er niks van zichzelf in zit, dat het uitwisselbaar is, maar nooit echt een heel groot succes, ja, gaat worden. Ja. En heb je dan wel gehad, je zei net toen je begonnen weliswaar met z'n tweeën in de Giro-zaaltjes en de achterafzaaltjes,
Ik vermoed zomaar als jij ergens met jouw stijl staat in een achterafzaaltje in bijvoorbeeld West-Vlaanderen, diep in de provincie, dat het niet per se een garantie is voor succes. Dat is nu een hele grove aanname. Nee, dus een aanname, hè. Dat is heel verrassend hoe dat werkt. Ik kan echt geen enkele lijn trekken in plekken. En of wat ik doe op bepaalde plekken wel of niet werkt. Want ik herinner mij, omdat je zegt achterafzaaltje in West-Vlaanderen, dan denk ik aan mijn eerste voorstelling, dat ik dat daar ergens letterlijk in een achterafzaaltje van een café speelde. Rond 4:00 PM of zo, 3:00 PM, voor 45 man. En dat het fantastisch was, dat het echt fantastisch was. Dat ik mij had omgekleed bij twee oude mensen die een soort West-Vlaams praten, doorspekt met Franse woorden, waar ik echt bijna niks van verstond, terwijl ik hou van taal en ik versta dat graag. Het heeft heel veel met omstandigheden te maken, denk ik, met hoe de mensen daar zitten en natuurlijk met hoe vrij ik het podium opkom. Want het gebeurt ook dat ik op dezelfde plek verschillende keren speel, hè? Bijvoorbeeld hier in de Kleine Comedie, en dat het verschil heel groot is tussen avonden. Dus ik kan ook niet zeggen, bijvoorbeeld een Amsterdams publiek is zus of zo, of het publiek van de Kleine Comedie is zus of zo. Ik heb er ooit wel zo'n beetje in geloofd. Ik wist al wel snel van, ja, je hebt daar niks aan van daarin te geloven. Die plek, Bas heeft daar soms last van bijvoorbeeld. Die zegt van, ah, West-Vlaanderen, dat is niks voor mij, daar moeten ze mij niet. Maar als je dat gaat denken en geloven, dan wordt het ook waar natuurlijk. En ik heb wel een tijd lang gedacht, Rotterdam, dat is echt niks voor mij. Rotterdam, de stad en die plekken daar rond, dat marcheert gewoon niet. En ik weet dat ik naar een optreden in Rotterdam ging en dat ik eigenlijk de moed had opgegeven vooraf. In een Zuidpleintheater was dat. Ja. En ik had daar voordien altijd in die kleine zaal gespeeld. Dat is een soort arenatje, ken je dat? Hij is inmiddels verbouwd. Het hele theater is verbouwd. Maar het was een hele leuke kleine halve ronde zaal. Ja, en dat was altijd stroef en moeilijk geweest. Dus ik ging daar naartoe met die verwachting. Maar ik stond, en dat verraste mij, in die grote zaal. Niet dat die supergroot is, maar een grote zaal. En dat is eigenlijk wel een mooie theaterzaal. En plots, ja, ik kwam op en misschien had het ook te maken met, omdat ik zelf zo verwachtingsloos het podium opkwam, als je denkt van het wordt niks, het enige dat je dan nog kan doen is, of het beste om dan te doen, denk ik, is jezelf afvragen, wat vind ik zelf plezant? En als je dan een voorstelling hebt waarvan ik denk van ja, ik vind die zelf eigenlijk super. Ik vind dit grappig en dit vind ik grappig en dit vind ik spannend. Dat is leuk om te vertellen. Dus ik kon eigenlijk, het enige dat ik kon doen was mezelf amuseren met mijn voorstelling. Door ze zo goed mogelijk te spelen en in de lol aan te beleven. Dus in die modus kwam ik op. En vanaf dat ik opkwam, voelde ik ook al direct aan het publiek van, oh, die heette mij echt welkom. Hoe kan dat? Kennen die mensen mij? En dat bleef zo de hele avond. En dus mijn idee van Rotterdam, dat is niks van mij, werd volkomen gelogenstraft. En dat is natuurlijk fantastisch als dat gebeurt. En dat, omdat dat zo voor mij zo opvallend was toen, blijf ik dat eigenlijk altijd zo meenemen naar plekken van, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee van hoe mensen in de zaal gaan zitten en reageren. Ik heb natuurlijk altijd de vorige optredens. Dus je hebt soms wel een idee, maar heel vaak ook helemaal niet. Nee. En het is wel een voordeel, heb ik al gemerkt, als het de vorige keer dat ik ergens was, moeilijk ging, stroef. En ik herinner me dat. En ik gebruikte die in mijn voorbereiding, dat is altijd goed. Zoals na een slecht optreden volgt altijd een heel goed, zo is dat bij mij. Omdat zo de herinnering aan een slecht optreden, als ik me erop concentreer voor ik ga spelen, mij helpt om al mijn verwachtingen, al mijn
afhankelijkheid van de reactie van het publiek, omdat dat allemaal doet oplossen. En dan raak ik terug bij de kern van wat ik wil doen of wil staan vertellen. Dus dan kom ik eigenlijk met veel meer rust en vertrouwen het podium op. Oh, wat grappig. Maar ik moet het wel gebruiken, hè. Ik kan niet gewoon zeggen van, dat was rottig. En dan, maar ik ga er dan terug naartoe eigenlijk ook. Is dat, vind je dat een lastig iets om er naar terug te gaan? Want ik maak een podcast over slechte optredens, maar ik denk niet per se met plezier actief terug aan eigen slechte shows. Ik vind dat niet lastig, nee. Ik vind dat niet lastig. Ik geniet er zelfs van. Dat is vreemd, hè? Ja, als schrijvend. Ik doe dat als schrijvend, omdat dat schrijven mij bij de zaak houdt en houdt me geconcentreerd bij wat ik bij waar ik mee wil bezig zijn. En als schrijvend komen er ook dingen die ik niet verwacht had dan weer. En dat gaat dan niet over materiaal of een voorstelling of zo, maar gewoon, ja, hoe zeg je dat, in mijn eigen ziel kijken of in mijn eigen beleving en hoe dat voelt. Wat bijvoorbeeld heel goed kan werken is belanden in een worst case scenario. Dat werkt van, je hebt sowieso uw wens. Hè. Uw wens is van de mensen enthousiaster en lichter de zaal te doen uitgaan dan dat ze zijn binnengekomen, omdat ze iets hebben beleefd en meegemaakt, omdat ze veel gelachen hebben en stil geworden zijn en ontroerd, weet ik het, aan het denken gezet over sommige dingen, dat ze sommige dingen herinnerden. Dat kan van alles zijn, hè, dat is uw wens. Maar dan heb je, en dat doe ik wel ook, zeker als ik mijn slechte optredens herinner, dan ga ik terug naar dat gevoel. En dan, bijvoorbeeld, er zit op de eerste rij één figuur heel de tijd uit te stralen, ik moet jou niet. Hè? Met de armen overeen. En dat kan nu, afhankelijk van hoeveel rust en vertrouwen dat je zelf op het podium staat, kan je dat aan het wankelen brengen. Dus als dat gebeurd is, in combinatie met een slecht optreden, dan ga ik de dag nadien, wanneer ik moet spelen, ga ik er terug naartoe en dan stel ik me voor dat iedereen er zo zit, gelijk die ene kerel. En dus dat er niks terugkomt, behalve een soort misprijzen van een paar honderd mensen. Die mij zitten uit te vragen, wie denk jij dat jij zegt dat jij op dat podium mocht staan? Denk jij dat dat interessant is, weet ik wat? Dus ik ga helemaal in dat gevoel en dan schrijf ik ook uit wat het gevolg is daarvan. En dat het altijd zo zal zijn vanaf nu. En dus dat mensen ook tegen elkaar gaan zeggen van, ja, dat is niks te beleven bij die Wim Helsen in de zaal. Dus op den duur, ja, kan ik niet meer spelen ook niet? Kan ik mijn job niet meer doen? En dan kom ik uit bij een punt, ja, dat ik dan maar iets anders moet gaan doen. Maar ik deed ook, ik ben na mijn 30 begonnen met optreden. Dus ik heb voordien ook allemaal andere dingen gedaan en ik was toen ook niet ongelukkig. Dus dan is dit voorbij en dan ga ik iets anders doen. En daar, allee, dus dan neem ik eigenlijk afscheid van wat ik denk dat helemaal bij mij past en klopt. Ik neem daar afscheid van. En dan, maar ik kan nu nog wel spelen, hè. Maar omdat ik zo het ergste dat kan gebeuren helemaal beleefd heb, en in ernst beleefd, ik heb dat serieus genomen, tot in het absurde toe, dan ben ik helemaal vrij van alle spanning en angst die daarmee te maken heeft. En dan kan ik me richten op wat ik wil doen, wat ik daarnet zei. En dan, ja, dan weet ik vooraf ook al, nog voor ik het podium opkom, wars van hoe de mensen daar zitten en de omstandigheden, weet ik dan van, dat wordt fantastisch. En dat wordt dan ook zo. Ja, dus dat is echt het geschenk van slechte optredens, van pijnlijk slechte optredens. Ja. Hoi, Wouter hier. Tof dat je Elektra kijkt en luistert. Is dit je eerste keer hier? Vergeet dan niet om even te abonneren en op die bel te klikken, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Elke dinsdag komt er weer een nieuwe. Vind je dit een leuke aflevering? Geef dan een duim omhoog of laat een berichtje achter in de comments. Dat helpt namelijk om het kanaal te laten groeien. Wil je Elektra steunen, zodat ik bijvoorbeeld een technicus zou kunnen meenemen om te voorkomen dat ik opnames verpruts? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doneer. Dat kan met Ideal en met bankcontact. Oké, snel terug naar Wim. Nou ja, ik denk in zekere zin, want hier ga je natuurlijk heel extreem aan. En ga je er vanuit ook dat altijd zo zal zijn. Ja. Maar ik denk dat überhaupt
Als je kijkt, weet je, naar een klassiek pad om professioneel cabaretier comedian te worden, dan zit daar vaker een langere aanloop in met, nou ja, of achteraf zaaltjes of kleine dingen. Want jullie hebben natuurlijk humorologie gewonnen en jij hebt later Leids Cabaret Festival gewonnen. Nee, in de finale geraakt. Ik ben me niet gewonnen toen. Oh, dat dacht ik. Sorry. Schande! Ja. Je hebt er wel gewonnen. Javier Guzman. Oké. Maar ik denk wel dat je in zekere zin heel veel mensen die dit doen, dus ook daadwerkelijk dat traject doorlopen hebben van die slechte shows. Of dus in ieder geval wel één keer een zaal hebben gehad waar het voelt alsof iedereen... Tuurlijk, ja. En wat weet jij van jezelf shows herinneren? Dat je dacht, oké, nu zit de zaal me effectief iedereen aan te kijken als een boze man op de eerste rij? Ik denk dan niet letterlijk op die manier, maar ik denk dan wel... Ja, je merkt gewoon dat het niet werkt. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En er kunnen gedachten bij komen, hè, die je vertrouwen nog wat meer ondergraven. Maar het is vooral merken, het werkt niet. En dan je eigen vertrouwen en plezier verliezen. En toch verder doen. Dat is het rare, ja. Je kunt niet anders dan verder doen. Maar soms is het ook heel... Ik heb eens ene keer een... dat was een try-out van een voorstelling. Ik denk... Het Uur van de Prutser. Ik had toen een idee gehad. Mijn idee was om mijn eigen stem op te nemen. En mezelf... 12 keer of zoiets. 12 keer een kwaaie versie van mezelf... die mezelf onderbrak op het podium. Maar eigenlijk de meest kwaaie, negatieve versie van mezelf, vol zelfhaat ook. En die mij onderbreekt en zegt van, ziet hem bezig. Oh god, amai. Denk dat hem het is. Ziet dat manneke bezig. En zo had ik allemaal verschillende fragmenten opgenomen van mijn stem die mij onderbreekt en die mij dan ook op den duur dwingt om dingen te doen. Ik moest dan van die stem een lied zingen over een soort fruit dat nog niet bestaat. De bananas. En ik moest dat lied improviseren ook. Want de mens op het podium wist ook niet dat hij een lied over de bananas ging moeten zingen. Dus dat was dan... dat lied begon dan met oh, 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 oh. Daar komt de bananas. Zoiets. Ik weet nog, ik was tot 3 uur 's nachts bezig geweest met zo mijn stem opnemen, met nog een vriend erbij die mij erbij hielp. En had ik dat allemaal, ik denk, op een cd'ken nog, of op een stick of zo gezet. Met mijn technicus ergens noorden van Nederland, zo'n klein zaaltje waar 150 mensen in kunnen of zo. En daar dan spelen. Hè. Beginnen. Ik had dan met een technicus en een hele lijst met allemaal cues gegeven. Dan moet je dit instarten, dan dit en dit. En dus ik ben bezig en het begint een beetje te marcheren en dan komt die stem ertussen. En die eerste keer was al wel... Allee, dat werkte een beetje, dat was wel grappig. En ook niet zo grappig als ik verwacht had. Dus, want er waren soms heel veel dialogen tussen mij en de stem. Dus ik moest ook nog heel veel uit het hoofd kennen. Hey, ja. Was er de eerste keer tussen gekomen en dan ga ik verder en dan komt die stem er weer tussen. En bij die tweede interventie van die stem voelde ik dat hoe de negativiteit, de donkerte, de zwaarte in alles wat die stem zei en hoe dat die de dingen zei, dat die alle energie en alle plezier uit de ruimte zoog. Ik voelde dat bij het publiek gebeuren en bij mijzelf. Dus ik dacht van, oh, dus ik weet op dat moment, oké, dit is een slecht idee. Of dit werkt niet. Maar ik weet ook... Er komen er nog tien, ja. Oh. En ik heb ik heb dat afgesproken met mijn technicus, dus ik kan nu niet meer. Dus ik weet dan van, oh, dat wordt verschrikkelijk. En die mensen, ik weet al hoe verschrikkelijk dat wordt, maar die mensen niet. Ja, dat is echt erg. En achteraf denk ik van, eigenlijk had ik kunnen... Misschien had ik beter op dat moment... Wat denk jij? Ik had op dat moment ook kunnen zeggen... Dat dacht ik toen niet aan. Maar ik had kunnen zeggen aan de mensen... Wat er aan de hand was, wat er echt aan de hand was. Er komen nog allemaal van dat soort fragmenten. Maar ik merk, dat werkt niet. En ik merk ook... waarom? Hè?
Maar ik heb dat wel allemaal met mijn technicus afgesproken. Ja, en dan zien wat er gebeurt. Hè. Zien van, ja, misschien moeten we er nog een paar laten horen en dan kunnen we het erover hebben waarom dat dan niet werkt en de rest niet meer. En dan iets anders doen, weet ik het. Ja. Maar die mogelijkheid was niet aanwezig in mijn denken. Op dat moment was alleen maar van, ja, ik moet hier nu door. Ja. En jullie ook allemaal. Goed. En die mensen hebben allemaal betaald voor een kaartje. Dus dat is allemaal... Gelukkig, allee, dat was dan ver in het noorden van Holland, dus dat maakt wel verschil voor mij dan ook. Snap je? Dat niet dicht bij huis is of zo. Dat zijn mensen die ik waarschijnlijk nooit meer ga zien. dus dat maakt het een beetje minder erg. Maar dat is zo'n mislukking waarvan heel duidelijk is wat er aan de hand is. Ik heb een vergissing gemaakt. Ik heb iets bedacht waarvan ik dacht van, ah ja, dit is super. Het is helemaal niet super, het is tegenovergestelde. Maar het kan ook zijn dat er iets gebeurt en dat je niet weet wat er misgaat. En dat is veel moeilijker, vind ik. Dat je het zo van tussen je vingers voelt uitglijden, als zand, en dat je niet weet wat er gebeurt. Nee, dat vind ik in ieder geval vervelender. Als je weet wat er gebeurt, en zeker als je op dat moment beseft, oh wacht even, in zo'n geval, op het moment dat je wel beseft, ik moet er nu gewoon even uitstappen en tegen het publiek zeggen... Luister, dit komt nog 10 keer. Had ik dat beter gedaan? Want wat denk jij? Wat zeker. Ja. Maar ik kan niet inschatten hoe het binnen een show van jou werkt als jij... Ja, dan blaas je alles op natuurlijk. Alles wat er is, blaas je dan op. Maar dat is dan maar zo. Hè. Dan moet je maar zien hoe je dan nog overleeft. Of valt het misschien ook gewoon binnen het personage te benoemen. Want als je de keuze hebt... Het pijnlijk doorzetten en het niet benoemen, of het benoemen en daarmee of minder ongemakkelijk maken, of het misschien wel laten merken. Gewoon dat mensen puur dan beseffen, dit is wat je er ongeveer mee bedoelde. Dan zijn we mee. Ja. Overigens denk ik achteraf gezien, want dit heeft uiteindelijk de show niet gehad. Nee, het heeft zich wel getransformeerd naar nog iets anders. Want ik heb dan wel een opname van mijn stem gemaakt voor ik het podium opkwam, kondig ik mezelf aan. En kondig ik een avond vol plezier en billenkletserij aan. Met heel veel enthousiasme. Op een manier waardoor de mensen al enorm enthousiast zijn de moment dat ik op het podium kom. En die inleidende tekst, dat is niet gewoon een aankondigingetje, dat is ook een tekst van 4 minuten of zo. Dus mensen worden meegenomen ergens in. En dat is daar wel uit voortgevloeid. Dus dat heeft zich getransformeerd naar iets daar. Ja, nou ja, ook op die manier hebben mislukkingen binnen een try-out of een hele try-out zelf het voordeel dat je dus op zo'n idee komt. Absoluut, absoluut, dat is waar. En het lied van de bananas ligt nog altijd op het schap, dus dat kan nog altijd ooit... Ik doe al heel leuk. Ja. En in die zin, misschien goed dat het er niet in is gekomen, als al Nederlandse Cabaretrepubliek en ook in Vlaanderen het niet snel weten. Er is een comedian en ik kan echt niet op zijn naam komen. Een van zijn shows heet Bitter Buddha. Het is een Amerikaanse comedian. Heel erg donker, maar het gaat altijd heel erg over zijn depressies en onzekerheid. Maar een van de bits waar hij echt om gekend is, is dat hij op een gegeven moment het podium afstapt. Dan loopt hij door de zaal en hij gaat zelf allemaal heckles naar het publiek roepen. Maar juist ook vanuit zijn donkerste angsten en van juist allerlei dingen die alleen hij over zichzelf weet. Ja. Maar raakt enigszins aan het idee wat jij had. Want het werkt heel goed, dus het was een fantastisch idee. Ja. Maar dat is van hem... Wat donkerste hikkels over zichzelf? Ja, vanuit het publiek. Volgens mij... Ja, dat is wel een verwant idee, ja, tuurlijk. Hikkels vind ik niet zo'n probleem, maar ik zou het pas een probleem vinden als ik gehackeld word... Op deze manier? Op deze manier en door wat ik weet over mijzelf. Oh ja. Wauw, wat een goed idee zeg. Dit is echt een van zijn greatest hits. Ik heb een paar jaar geleden speelde hij in Toemler. Dan is het ook een ding, terwijl hij eigenlijk al met een nieuwe show toert, dat dan toch nog erin komt of als toegift. Ah ja, ja. Soms kan niet op zijn naam komen. Ik zal je de link sturen. En ik ben benieuwd. Ik zal hem in de omschrijving van de podcast zetten. Ja. Ik ben nu al jaloers dat ik daar zelf nooit heb aan gedacht om dat op die manier te doen. Ja, maar het is heel goed. Anders hadden mensen... Ja, Wim Els heeft nu gewoon het idee van...
Die kerel waar Wouter Monde niet van op zijn naam kan komen. Ja. Ja. Wel ook, als je het hebt over dingen proberen of hoe mensen erop reageren. Waar ik aan dacht, uit een andere show van jou, volgens mij is dat in Bij mij zijt ge veilig. Dat je op de achtergrond is een pieptoon die steeds luider wordt. Ja, dat is juist, ja. Oeh, dat was ik al bijna vergeten, ja. Ik ben heel benieuwd, hoe is dat gegaan in de ontwikkeling? Want ik kan me voorstellen, want die toon die wordt steeds luider naarmate de show duurt. En uiteraard aan het einde wordt duidelijk dat het onderdeel is van de show. Maar ik weet dat ik de show hier zat te kijken in De Kleine Comedie. Ja. En dat er heel lang natuurlijk een punt is dat je denkt, ben ik nou de enige die dit hoort? Hoort het erbij? Ik ben iemand die denkt, dit zal er wel bij horen. Mm-hmm. En dan beschrijft iemand van het theater in. Mm-hmm. Maar ongetwijfeld heb je ook shows gedaan waar iemand al na 5 minuten zegt, meneer Helsen, het nooit gebeurt? Dat gebeurt niet, nee. Het is ook zo, ik sta op het podium, of zeker toen stond ik op het podium, op een manier waardoor mensen zich niet uitgenodigd voelen om te reageren. Bij mijn eerste 2 voorstellingen zeker, dan... dan genoot ik er ook van de macht die je kunt hebben als je op een podium staat. Omdat je... Ja, mensen zijn een beetje bang ook. Dus niemand heeft dat ooit gedurfd, denk ik. Oh, wat grappig. Ja. Durven mensen nu dingen wel roepen of zeggen? Ik denk dat ik had dat toen ook nodig. Kijk, je kunt... Als je op een podium staat en... dat had ik gemerkt. Je hebt misschien wel 1200 mensen in de zaal zitten. En je kunt die allemaal bang maken. Niet door tegen al die mensen te beginnen schreeuwen of zoiets. Maar als je er één iemand ineens uitpakt, heel willekeurig, vlak nadat er hard gelachen is, iets van, ik weet niet wat, hè, de tekst doet er bijna niet toe. Wat is uw probleem, gast? En er zo even bij blijven, dat ineens iedereen denkt. En dan nu weer draaien en zeggen van, oh ja, bla bla bla. Dan heeft iedereen het gevoel van, je kunt er elke moment uitgepakt worden. En als je eruit gepakt dan komt er een agressie op je af. Die we niet snappen, maar die onontkoombaar is. Van dat te doen gebeuren, genoot ik toen wel ook heel hard. Want dat genereert spanning. En als er spanning is, als die spanning dan doorbroken wordt, dan lachen mensen ook hard, natuurlijk. Maar ik heb dat nu veel minder nodig. Dat is ook een manier om jezelf sterker te maken, natuurlijk. Hè? Of jezelf wijs te maken dat je sterk bent. Want je voelt die macht. En eigenlijk is dat ook... Dat ik dat toen deed, ik vind dat geen enkel probleem. Maar het heeft ook iets lelijk een beetje. En ik heb al andere comedians dat ook zien doen. Dat ik momenten zag dat ik dacht van, ja, jij staat nu te genieten van het feit dat jij weet dat jij, omdat je de micro vast hebt en omdat je een agressie in je hebt, die je kunt richten op iemand, dat je weet dat iedereen, dat jij de macht hebt en dat je ervan geniet. En ik vind het eigenlijk niet mooi om te zien. En ik herkende dat natuurlijk. Het is het cliché van stand-up comedians die opkomen en direct iemand belachelijk gaan maken. Of, ja. Wat natuurlijk 9 van de 10 keer niet zo is. Maar ik denk dat 10 van de 10 keer als iemand dat doet, zeker zonder aanleiding. Ja. Dan is dat puur en alleen inderdaad om dat gevoel van macht of om de verhouding duidelijk te stellen. Ja. Ik sta hier, ik heb de micro, ik heb het licht, ik bepaal. Ja. Dus dat was toen nog zo, in mijn herinneringen. Ja. En ik denk dat dat maakt dat nooit iemand er heeft die iets van heeft gezegd van je pieptoon. Dat is mijn verklaring, maar ik weet niet of die klopt natuurlijk, want het is nooit gebeurd. Oh, bijzonder. En is het überhaupt wel voorgekomen dat er mensen dingen geroepen hebben of... We hadden het net natuurlijk al over hekkels. Het zal in theaterzalen sowieso een stuk minder zijn dan in jeugdhuizen en girozalen. Ja, als ik zo begin en ik speel in cafés en zo, dan gebeurt dat ook wel. En dat hangt eigenlijk allemaal af, naar mijn gevoel, van hoeveel ruimte dat je daarvoor laat. Ik herinner mij eens een keer een optreden. Dat was in, ik denk, Temse in België, een kleine plek in België, in een café. Het café zat helemaal vol. Dat was, voor België was dat zo de beginjaren van de stand-up comedy. Dat was zo'n nieuwe
discipline, zeg maar. En ik was daar met twee vrienden, Thomas Smit, die ken je waarschijnlijk al. En Thomas die MC'de en dan nog iemand anders. En die ander die begon, ik had toen al wel 30, 40 keer gespeeld of zo. Ik had ook al een paar heel goede stukken. Of stukken die heel goed werkten. En hij was nog, voor hem was het de zesde keer of zo dat hem probeerde. En ik stond achter de toog, want ik moest van achter de toog van het café opkomen. En dus er zitten allemaal mensen voor mij, tot daar is dan het podium. Naast mij stonden ook nog allemaal mensen tegen de muur. En die kerels naast mij was zo'n beetje, wij zeggen zo, kerels van het kantje zo'n beetje. Die voelden een beetje gevaarlijk, die gasten. Die stonden ook goed door te drinken. En terwijl de Steven, die vriend, bezig was, gaf die er commentaar op, eerst tegen elkaar, en dan riepen die al eens iets tegen het podium. En Steven wist niet hoe dat hem erop moest reageren, dus die negeerde dat, maar ja, dan werkt dat ook niet natuurlijk. En ik stond achter een toog en ik voelde die gasten bezig en dat maakte mij eerst heel bang. Ik dacht van, oh nee, moet ik hier spelen voor... En daarna maakte het mij eigenlijk heel, heel kwaad. Ik werd heel kwaad op die gasten, want ik vond dat super onbeleefd en boertig wat die aan het doen waren. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe dat voelde, dat ik er naar keek. Ik zei niks, want ik dacht, als ik nu iets ga zeggen tegen die gasten, terwijl de Steven bezig is, ja, dan torpedeer ik mijn eigen optreden van over 10 minuten al. En ik weet eigenlijk ook niet, van ja, dat is alleen maar slecht als ik nu iets ga zeggen. Dus ik hield mij in, maar ik was wel echt kwaad. Ik vond dat echt eikels, die gasten. Echt eikels. En... Steven was klaar en was niet rot slecht of zo, maar was ook niet echt gelukt. Thomas komt op, MC't, kondigt mij aan, dus ik kom op en ik kom op met dat gevoel van kwaadheid op die kerels en van niet met mij. Niet met mij. Dus ik kom met heel veel autoriteit op eigenlijk. Eigenlijk had ik zo de mogelijke mislukking, hè, wat ik daarnet zei, dat ik als schrijvend kan doen, ik had die al beleefd terwijl ik daar stond. Ja. Doordat ik opkwam en op het podium stond met een enorme energie en autoriteit, waardoor dat het heel, heel goed werkte daar op die plek. En dat ik diezelfde gasten, terwijl ik bezig was, dingen hoorde roepen die ze ook nooit roepen. Zoals, fantastisch! En zo, dat soort dingen. Dat gebeurt dat toen mensen niet, maar dat soort aanmoedigingen begonnen die te roepen. Alsof dat ik een voetballer was die weet ik wat, fantastisch, geweldig. Dat soort dingen riepen diezelfde kerels. En ja, geregistreerd dat dan. Hoe kom ik erbij om dit te vertellen? Over mensen die dingen roepen. Ah ja, mensen die dingen roepen, ja. Ja, ik heb geen... Ja, dat gebeurt natuurlijk, dat gebeurt. Maar in theaterzalen, ja, weinig. Ik weet niet, wat iedereen doet, wat iedereen weet, wat je moet doen, is dat... Je moet dat erkennen, hè? Je moet dat laten bestaan en niet negeren. En er vertrouwen in hebben dat het wel goed komt. En eigenlijk moet je meestal niet veel doen. Als jij mij hekelt terwijl ik zat te spelen, dan denk ik dat het eerste zal zijn wat ik doe, dat is zeggen pardon, of wat zeg je nu? Het u laten herhalen. Ik denk dat gebeurt intuïtief, er zit geen idee achter of zoiets. Maar wat er gebeurt, als jij iets geroepen hebt en ik laat het je herhalen... En ik ga dat nog eens een keer herhalen. Eigenlijk komt dan wat je zegt al te kijk te staan. Ja, ja, ja. Als, weet ik wat, onzinnig of interessant of... Maar ik vind het wel interessant dat je zegt dat gebeurt intuïtief. Want ik denk dat heel veel comedians, en wat ik zelf misschien ook wel meer heb, is ook al, zeker waar we het eerder ook hadden over... Je interpreteert natuurlijk altijd een opmerking ook aan de hand van je eigen gevoel bij die situatie. Of bij je eigen gevoel van optreden. Als iemand iets roept, kan je natuurlijk ook direct denken, oké, dit is sowieso iets negatiefs of een aanval. En er zo op reageren en direct al een tegenaanval doen, zeg maar. Of? Nou ja, of dus inderdaad zeggen, wat zeg je? En dat... Zeker als het een aanval is. Ja, als diegene het nog een keer moet zeggen, dat haalt al de helft van de kracht. Ja.
Ja, en dan het ding is ook van hoe sta je daar zelf? Hè? Ik heb al wel eens. Ja, dat hangt af van omstandigheden en altijd hoe je reageert en wat je doet. Maar een leuke manier is om als iets een aanval lijkt te zijn, om het niet te interpreteren als aanval. Als jij mij hekelt met iets en ik zeg van ja, ik heb u door. Jij doet nu alsof je het niet goed vindt, maar ik weet hoeveel jij van mij houdt eigenlijk. Snap je? Ik hoef dat niet letterlijk zo te zeggen, maar als dat de toon is of waar ik vandaan kom, dan, ja, dan verkruimelt het heel en dan wordt het iets anders. Ja. En ik denk ook zo'n reactie, of op zo'n manier, of op zo'n toon. Als je het hebt over uitstralen naar de rest van de zaal, door iets op één iemand te zeggen, de rest van de zaal voelt nog steeds, oh, wij kunnen in hem vertrouwen dat dit goed komt. Ah ja, dat is waar. Hij heeft de touwtjes in handen. Oké, ja. Wij kunnen ontspannen. En je wil als publiek je laten leiden door degene die op het podium staat. Ja, ja. En als die uitstraalt, ik heb de rust en het vertrouwen om jullie te leiden door dit half uur of dit kwartier, dan ga je er graag in mee natuurlijk. Ja. Dat wil je beleven eigenlijk. Ja. We hadden het eerder noemden we ook al de omstandigheden van de show. En daar hangt alles. Ah, nu denk ik ineens terug aan hekkelen. Ja, ik heb hier in Amsterdam op het Vondel, in het Vondelpark opgetreden. Het openluchttheater in het Vondelpark. Ja. Ja. Dat was toen, ik was nog niet in première gegaan. Dus ik speelde in Cabaret Staffette zo een half uur of zo. Ik ging... de avonden waarop je met meerdere cabaretiers ben je in het theater. Iedereen speelt drie keer. Sorry, ja. Ja. En ik speelde, Sanne Wallis de Vries speelde in het Vondeltheater ergens in de maand juni. En ik ging haar voorprogramma doen. En mensen hadden mij vooraf bang gemaakt. Ik had eerst gezegd, ah ja, tof, Vondelpark en zo, dat zou al tof zijn. Maar dan hadden mensen mij wat bang gemaakt, andere comedians, van oeh, Vondelpark, dat is gratis. Er zitten ook allemaal bums en clochards en die zijn dronken, die roepen er van alles tussendoor. Dus... Ik onderbreek je even, maar kan je voor iemand die niet speelt uitleggen wat het probleem is met gratis? Ah, ja. Je zou denken, gratis? Nou, daar kunnen zoveel mogelijk mensen bij. Dat is fantastisch. Ja. Het probleem is, en dit hebben de meesten van ons ook al wel eens meegemaakt, dat als je ergens in een café komt, bijvoorbeeld, waar mensen gratis naar comedy kunnen kijken, dan zitten er ook allemaal mensen die er niet voor gekozen hebben om naar comedy te kijken. Die daar, weet ik wat, wat we gaan drinken en met hun maten plezier maken of met hun lief, weet ik wat. En die moeten plots zwijgen en naar die comedian beginnen luisteren, ja. In wie ze geen zin hebben. En die ze misschien een arrogante neikel vindt, dat die de aandacht opeist, terwijl dat zij weet ik wat. Dat is één ding. Een ander ding is, gratis betekent ook in hoe wij mensen naar elkaar en naar de wereld kijken, waardeloos eigenlijk. Blijkbaar werkt het zo. Dus gratis betekent ook dat je met een hamburger even kunt komen gaan kijken en na een minuut zeggen van, wow, was dat voor rommel? En weggaan of blijven praten, weet ik wat. Dat is gratis. Ja. Dus dat is het probleem met gratis. Precies, dus dat was al gezegd, Vondelpark. Als mensen al moeten ze in zo'n café 2 euro inkom betalen, dan maakt een wereld van verschil. Want dan zitten er alleen maar mensen die daarvoor gekozen hebben op een of andere manier. En die even na hebben gedacht, wil ik hier dan bij zijn? Ja, ja of nee? Ja. Maar dus Vondelpark, aan mensen mij gezegd van, dus ik kwam hier naartoe met de trein dan. Denkt van oei, wat gaat dat zijn? Het was dan ook nog, omdat het zo midden juni was, toen ik begon waarschijnlijk rond 8:30 of zo, ik weet niet meer precies, of 8:00. Het was nog licht ook. En dat is ook niet bevorderlijk. En dan de omstandigheden waren dat er stonden zo, je hebt een redelijk hoog podium, dan stoeltjes op de grond en dan zo had je 2 tribunes. En toen ik begon, dus het was nog licht en op die stoeltjes zaten al, dat zat al ongeveer helemaal vol, maar op die tribunes waren nog mensen aan het toekomen. Toen ik begon, dus dat betekent, je hebt niet de aandacht van die mensen. Nee. En die komen ook niet voor mij. Ja, niemand wist wie ik was, of een deel van de mensen, de meesten wisten waarschijnlijk niet wie ik was. En die komen toe en dan heb je ook nog eens mensen die aan de zijkant staan, inderdaad, met een hotdog, eens kijken van wat er daar gebeurt. Dus dat is echt, eigenlijk is het dan gewoon vechten om de aandacht van die mensen te houden. En ik had mij gericht op, ik had al direct gedacht van ja, als ik probeer om die tribunes
die staan dan ook al redelijk ver, om die erbij te houden. Dat gaat niet lukken. Ik richt mij op die mensen die hier op die stoelen voor mij zitten. En dat lukte. Niet in de zin van dat het een topoptreden was of zoiets, maar het lukte in de zin van dat ik hun aandacht vasthield en dat die reageerden. Dat die niet met elkaar begonnen te praten of zo. En dat leek ook het maximaal haalbare eigenlijk op dat moment. Ik weet nog dat ik op een bepaald moment schoot er letterlijk door mijn hoofd het zinnetje van het wordt dan toch geen afgang. En dat was op dat moment dan... ja. En vlak nadat ik dat heb gedacht, komt er iemand van achter die stoeltjes naar voren gestommeld. Zo iemand met een baard, ja, duidelijk een clochard, een dakloze. En die is lawaai aan het maken. En ik zie die op het podium klimmen. Maar ik ben helemaal rustig. Ik denk van, we zijn in Nederland. En in Nederland is alles top georganiseerd. Voor mij waren op dat moment Nederlanders nog een soort... ja, vermomde Duitsers, zeg maar. Dus ik dacht, die komt op het podium. Direct verschijnt er een of andere security, die haalt die eraf en die doet die weg en ik kan verder spelen. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Dus die kerel komt gewoon op het podium en die zat daar, ja, luidruchtig te lallen naar het publiek. Dus ik kan gewoon niet verder doen. Maar ik weet niet precies hoe het kwam. Ik was wel helemaal rustig, omdat ik vooraf al bang was geweest, omdat ik dan het gevecht was aangegaan. Ja. En ik was het niet aan het verliezen, maar ook niet echt aan het winnen, maar ik zat er middenin, dus er was in mij geen enkele spanning eigenlijk. De moment dat hij er kwam staan en deed wat hij deed. Dus ik liet hij gewoon doen. En dan viel hij vanzelf stil. Nee, gast. En die was dronken, maar niet zo dronken dat hij volstrekt onmanipuleerbaar was. Ja. Dus ik begon dan aan de mensen... En dan is het fantastisch geworden, want dan... Vanaf dat de moment dat die kerel er staat, heb ik plots de aandacht van iedereen. Ook die mensen die 5 minuten eerder nog even zaten af te spreken op die tribune. En die mensen met hun hotdog die er opzij staan. Ineens kijkt iedereen, want iedereen voelt nu... Hier gebeurt iets. Er gebeurt iets. Ik heb dan gezegd van ja, dat is mijn oom, hè? Een onkel Gaston of zoiets, en die komt altijd mee, maar je bent een beetje te vroeg. Er ontstond iets alsof hij er altijd bij was en hij reageerde ook natuurlijk onnavolgbaar en onvoorspelbaar. En dat was eigenlijk perfect in wat er ontstond, want ik kon altijd commentaar geven van nee, onkel. En dan hebben we... Het voorstellingje, of mijn passage was ook bijna gedaan toen hij verscheen. En eindigde met dat ik een lied zong. Dus dan hebben we samen gezongen. Wat goed. Ja. Maar een lied dat hij niet kende ook niet. Maar dankzij die gast werd het van een heel moeilijk optreden, werd het plots iets geweldig eigenlijk. Ja. En dus op het einde, luid applaus, en heeft hij ook mee het applaus in ontvangst genomen. En dat was dan nog grappig. Daarna, achter dat podium heb je dan een backstage met 3 tafels, wat stoelen en drank. Hè. En ik zat daar dan uit te puffen, terwijl Sanne Wallis de Vries dan het podium innam. En ik hoorde dan zo wat lawaai aan de zijkant. Dat was hij, dat was die kerel. Die wou ook in een backstage gratis drank krijgen. Want die had ook opgetreden. En ze lieten die niet binnen. Oh. Ja. Dan is de beveiliging wel opeens. Hè? En ik denk nu van ja, ik had toen ook naar de beveiliging daar kunnen gaan en zeggen van laat je erbij. Maar dat heb ik dan toch ook niet gedaan, blijkbaar. Nee. Snap ik ook wel. Dat is heel grootmoedig van jou. Ja. Top, dankjewel. Dat was hem, de Elektra Podcast met Wim Helzen. Meer informatie en linkjes naar dingen die we bespraken vind je hieronder in de beschrijving van de video. Like, reageer en abonneer om het kanaal te laten groeien. En ga naar elektrapodcast.nl om een kleine donatie achter te laten als je dit een leuke podcast vindt. Wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, ergens kan zien optreden? Check dan woutermonde.nl voor mijn speellijst. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!